De eerste twee wedstrijden voor het Duits Formule 3 kampioenschap werden gehouden op het circuit van Zolder 15 en 16 april. Van Amersfoort Racing ook dit jaar weer actief met Tom van Bavel, de Belg en de Nederlander Jeroen Blekemolen. Beide Formule 3 rookies. Ze beginnen dus beide aan hun eerste Formule 3 seizoen. Ik ben Jeroen Blekemolen, 18 jaar. Ik ben in 1998 Nederlands en Benelux kampioen geworden in de Formule Ford. En ik rijd nu in het Duitse Formule 3 kampioenschap. Ik ben Tom van Bavel, ik ben 18 jaar. Afgelopen jaar heb ik het Benelux kampioenschap Formule Ford gereden. Ik ben Belgisch kampioen geworden en vice Benelux kampioen. Momenteel rijd ik nu in het Duitse Formule 3 kampioenschap. Totaal is er zo'n 50 minuten training, twee keer 20 minuten voor de wedstrijd en daar zit 10 minuten tussen. Zaterdag een wedstrijd, zondag een wedstrijd. Twee races per weekend voor deze onervaren jongens. Ik ben nu in mijn derde raceseizoen bezig en ik heb de vorige twee seizoenen heel veel races gereden. Heel veel verschillende klassen, dus ik ben heel veel ervaring opgedaan eigenlijk. Ik heb vier jaar kampioenschap gereden. Ik heb wel het een en het ander kunnen halen. Je moet eens overstap maken naar de autosport. Ga je kampioen worden dit jaar? Dat wordt heel moeilijk, want we gaan één weekend missen. Want dan rijden wij de Marlboro Masters en een heleboel teams die gaan dan een Duitse race rijden. En ja, als we elke keer gewoon goed in de punten kunnen finishen, dan moet het mogelijk zijn. Maar het is wel heel erg moeilijk. Wat gaat dit jaar brengen? Dat zou ik nog niet kunnen zeggen. Ik heb nog veel te leren. En ja, ik hoop dit jaar zoveel mogelijk te leren en dan volgend jaar voor de titel te gaan. Tijdens de eerste training kon de concurrentie wat leren van de heren Blekemolen en Van Bavel, want ze trainden naar een eerste en tweede tijd. Jeroen Blekemolen op pole position, daarnaast teamgenoot Tom van Bavel. En het veld dat loog er niet om, onder andere Brits kampioen Mark Hines, die op een 28e plaats van start zou gaan tijdens de eerste wedstrijd. Bijna alle auto's maken gebruik van een Opel motor. Er zijn vier Honda motoren. Beste Honda rijder was Alexander Müller op een 12e plek. Tijdens de tweede training ging Jeroen Blekemolen naar binnen vanwege een kapotte accu. Dacht dat slicks beter waren, maar helaas. Hij eindigde op de 20e plek. Alexander Müller trainde naar pole position. De baan die droogde op en heel veel mensen kozen voor de slicks. En dat deden wij ook, maar uiteindelijk bleek het regenbanden sneller te zijn. Alleen wij hebben helemaal geen rondes op regenbanden gereden en anderen hadden dat nog wel gedaan. Waardoor wij dus echt veel te langzaam waren en dat is gewoon heel erg jammer. Is dat nou ervaring? Dat kun je zeggen, ja. Eigenlijk is het ervaring plus het feit dat ik, het is maar heel even, het is maar 20 minuten. En banden wisselen duurt toch wel een tijdje en ik was er bijna zeker van dat het droog ging worden. Een internationaal gezelschap daar op het circuit van Zolder. Pole position, zoals gezegd, voor de Nederlander Jeroen Blekemolen. Maar wat te denken van Giorgio Pantano, die Italiaan, die ook voorin meerijdt. En Alexander Müller, al eerder genoemd, de Duitser, die al jaren Formule 3 rijdt. De start altijd moeilijk in een Formule 3-auto. Maar Jeroen Blekemolen maakt dit keer helemaal geen fout en pakt gewoon de leiding van zijn allereerste Duitse Formule 3-kampioenschapswedstrijd. Niet zijn allereerste Formule 3-race, want hij maakte vorig jaar zijn debuut tijdens de Marlboro Masters. Jeroen Blekemolen moet 21 ronden deze positie verdedigen. Iets wat erg moeilijk is, want hij zit onder de medicamenten vanwege een hele zware keelontsteking. Pantano aan de buitenkant, de gele Dallara Opel. Een gewaagde actie, een hele mooie actie. En Jeroen Blekemolen terug naar de tweede plek. Het KMS-team dat de auto goed voor elkaar heeft voor Pantano. Daar een klein onoplettendheidje van Blekemolen valt terug naar de derde plek. En hier bij de hairpin helemaal achter op het circuit. Het lijkt alsof Blekemolen zich iets verremt, gaat iets rechtuit. En moet ook de derde plek aan zich voorbij laten gaan. Die is voor André Lotterer nu de tweede Duitser in de top 3 na Stefan Mücke. Die achter Giorgio Pantano nog steeds de leider aanrijdt. Maar voorlopig een vierde plek voor Blekemolen, een vijfde voor zijn teamgenoot Tom van Bavel. Zo uit de Formule Ford in de Formule 3. En dat is toch een heel verdienstelijk debuut voor de jonge Belg. Daar weer achter, Alexander Müller. Heeft ooit Formule 3000 gereden, nu weer terug in de Formule 3. Maar het is Giorgio Pantano die de eerste race wint voor Stefan Mücke, André Lotterer en Blekemolen op de vierde plek. Nicolas Telandre laat zijn motor afslaan tijdens de start voor de race op zondag. En er is het Italiaan Enrico Toccacello die daar vol in rijdt. Wielen vliegen over de pitmuur, de pits in. Dat zelfs een van de Van Amersfoort monteurs gewond raakt. Terwijl hij naar de start stond te kijken, zo zie je dat het gevaar ook op Zolder in een heel klein hoekje zit.
De Nederlander en Belg Van Bavel en Blekemolen vrij achterin gestart. Ze waren bezig met een opmars. Helaas werd Jeroen Blekemolen van de baan afgereden door een van de andere deelnemers en moest de strijd staken. Dat deed ook de Italiaan Giorgio Pantano, die nog wel even de leiding nam, maar uiteindelijk tweede werd achter Alexander Müller, maar voor Elran Nijenhuis, die daarmee zijn beste resultaat uit zijn Formule 3 carrière haalde. Als je zo ver achteraan moet starten, mag je niet zoveel verwachten. Nee, met de Formule 3 inhalen is gewoon bijna onmogelijk. En dat heb ik wel gemerkt vandaag. Het was echt heel erg moeilijk. En hieruit blijkt gewoon dat je in de kwalificatie er echt bij moet zitten. En dan kan je echt goede zaken doen. Maar dit was toch wel jammer.